Ja, als je die bal een goede map geeft en hij komt super ver, dan geeft dat een lekker gevoel. Ballen rammen, ongeveer sla ik wel 151. Toen dacht ik, hoe sla ik zo ver nou weer? Maar het gaat ook wel eens mis. Dan land je bal in het bos bijvoorbeeld. Oeps. Sla je helemaal in de busjes en dan misschien ben je bal wel kwijt. Als je bal niet kan vinden, krijg je 2 stafslagen. Hé, hey, gevonden. Ja. In het golf zijn trouwens ook een boel moeilijke woorden. Bijvoorbeeld als je een par 4 hebt, dan heb je een 3 geslagen. Putten is op green. En een bogey, dan heb je eentje boven par. Ja. Even wat uitleg graag. Je hebt de green, dat is dus dat kortgemaaide gras daar. Dan heb je een hole. En putten is dat je over de grond gaat. Afslaan doe je dus vanaf de tee met een club. Je legt de bal op zo'n pinnetje in het gras, dat heet ook een tee. En dan sla je de bal richting de hole. Soms is die wel honderden meters ver. En waar je bal landt mag je het nog een keer proberen, net zo lang tot die erin rolt. Barretje. Er golven zo'n 430.000 mensen in Nederland. Alleen, dat zijn bijna allemaal volwassenen. Bijna de helft van alle golfers is ouder dan 60. Maar heel weinig kinderen doen de sport. En meisjes al helemaal niet vaak. Dat moet anders, vinden deze meiden. Het leuke eraan is dat je nieuwe sporten ontdekt. Wat ik het leukst vind is gewoon dat ook een soort van teamsport is. Je kan het alleen doen, maar je kan het ook met z'n tweeën doen. Of met meerdere, dus je hoeft niet per se echt altijd alleen te zijn. Elke club heeft extra golftassen en dat soort dingen. En dan kan je proefles doen en dan kan je lessen volgen als je het leuk vindt. Op de golfbaan in Hilversum leren ze van de beste golfsters van Nederland. Zoals Anne van Dam. Gewoon een keer aan je ouders vragen of er een golfbaan in de buurt is. Ja, hopelijk vinden ze het dan leuk en willen ze graag terugkomen. En dan kan je alleen maar beter en beter worden. En wellicht word je net zo goed als ik natuurlijk. Volgende maand gaat Anne van Dam voor Nederland naar de Olympische Spelen in Parijs om het op te nemen tegen de beste van de wereld. Ze is dus een groot voorbeeld voor deze meiden. Ik kijk wel vaak tv en dan golf. En dan zie ik haar vaak. Dan denk ik, hoe ver kan zij wel slaan? Zou je ook prof willen worden? Ja. Hoe graag? Heel graag. De meiden hebben een heleboel vragen voor de profs. Hoe ver zijn jullie ongeveer met jullie driver? Nou, ik denk mijn gemiddelde ligt ongeveer op 270 meter. En soms kan het wel eens tegen de 300 meter aan liggen. En die doen het graag even voor. There we go. Ja, hoe meer meisjes en ook jongetjes natuurlijk het gaan oppakken, hoe beter het voor de sport in het algemeen al wordt. Maar om net zo goed te worden, moet je toch vooral gewoon oefenen. En gewoon plezier hebben. Yes.